We zien van de grote verschillen hier, bijvoorbeeld de Sint-Niklaas. Dus in het begin van de Winkelstraat staat er dat je een mondmasker moet dragen natuurlijk. In Nederland zijn de winkelstraten meestal nog vrij. Hoef je geen mondmasker te dragen, maar wel in de winkel. Dus hier heb je wel duidelijk aan iedere hoek en kant, dus dat je de winkelstraat nadert, dus verplicht mondmasker dragen. Dus ja, mondmasker verplicht in de winkelstraat. Op gebied van de winkels, die sluiten dus vanaf zaterdag, meer bepaald winkelen op afspraak is dat dan. Maar voor in het algemeen zie je wel geen file aan de winkels. Hé. Ik zeg, de winkels die hier dus open zijn, je merkt dus absoluut geen drukte of zo. Dus in feitelijk, ik heb ook terug dezelfde opmerking zoals in Nederland. Een deurbeleid is toch wel iets, volgens mij, die toch iets logischer is. Dus als er te veel volk in de winkel is, moet je wachten voor de winkel. Maar blijkbaar had men hier ook dus op dat winkelen op afspraak. Als je verschillende winkels moet doen, vind ik het niet efficiënt. Want je winkelt bij de ene winkel en dan voor de andere winkel moet je een aansluitende tijdsblok hebben. Of gewoon, we gaan op een andere dag terugkomen. Natuurlijk bij de bepaalde winkels van kledij heb je wel wat meer drukte, maar ook daar natuurlijk, ik zeg, in Nederland is het 4 uur vooraf reserveren. Hier weet ik het nog niet wat het zal worden, dus ik veronderstel ook wel dezelfde werkwijze. Dus in de praktijk 1 dag vooraf. Je ziet ook veel horecazaken die te huur staan, over te nemen. Even verder daar was de Panos, de voormalige Panos, dus het pand staat te huur. En hier bijvoorbeeld ook, horecazaak over te nemen. En dat zie je wel bijzonder opvallend op verschillende locaties hier te Sint-Niklaas. Hè. Ik zeg hier verschillende winkels, maar ik zeg, ik zie daar absoluut niemand binnen of buiten gaan. En hier bijvoorbeeld heb je dus een vermelding, maximum 3 personen. Dat vind ik wel een logische werkwijze. Voor het winkelbezoek, hé. Dan moet je feitelijk geen afspraak hebben, dus maximum 3 mensen op hetzelfde moment. Maar natuurlijk, dat zal hier ook veranderen. Maar nogmaals, ik zie absoluut heel weinig volk die nu winkelt. Verschillende boutiquen hier die dus open zijn, maar absoluut geen volk te zien. En hier heb je ook de Hema, daar zie je wel wat mensen die winkelen, maar dus ook absoluut geen files of zo. Ik zeg misschien enkele mensen hier. Hier ook het verkoop van schoenen. Kan je feitelijk idem zeggen, sporadisch volk. En dan hier, ja, de kruidvat, zoals in Nederland, is een beetje meer cosmetica en zo. Zaken heb je wel wat volk. Maar hier heb je nog ook een horecazaak met mogelijkheid van afhaalservice. Dus koffie en andere zaken. Maar deze winkel hier, Vibra, is ook gesloten. In de stijl van de Zeeman.
Dus het is opvallend, de zaken die gesloten zijn, met aansluiter natuurlijk de horecazaken die ook te huur staan. Hier ben ik voor die Marokkaanse winkel, die Arabische winkel, liever maximum 20 klanten toegestaan. Dus hier is het wel goed aangeduid ook, maar natuurlijk zal het veranderen vanaf zaterdag. Ook via afspraak.